Zo'n 20 jaar geleden wilde de gemeente Den Bosch dwars door dit natuurgebied een weg aanleggen. Samen met de lokale achterban hier, samen met allerlei andere actiegroepen, hebben wij een actie op touw gezet. Geen cement in de gemeente. De Brabantse Milieufederatie voerde felle acties tegen de plannen van de gemeente. Maar de weg kwam er toch. Wel met een belangrijke wijziging. Het asfalt liep niet door het natuurgebied, maar eromheen. Het gebied is behouden gebleven. Dan kan dit gebied onder water stromen en Den Bosch houdt droge voeten. We hebben een prachtig natuurgebied overgehouden waar er ook nog ruimte is voor landbouw. En Den Bosch is goed bereikbaar gebleven. De BMF kreeg dat voor elkaar door op de barricades te staan en felle acties te voeren. Tegenwoordig is de Brabantse Milieufederatie meer naar de achtergrond verdwenen. Ja, maar dat betekent niet dat we niet actief zijn. Kijk, er zijn vele manieren om actief te zijn en actie voeren is er daar één van. En dat springt wel heel erg in het oog. Maar wij zijn vooral bezig met proberen aan de voorkant invloed uit te oefenen op processen. Als lid van de Oosterwijkse Milieuvereniging kent boswachter Frans Kapteins de BMF heel goed. Dat hij een gedaantewisseling heeft ondergaan, is ook hem niet ontgaan. Ja, eigenlijk zo'n beetje net als onze maatschappij. Hè. Voorheen moesten we op de barricade gaan staan. Had je dat ook nodig om toch een punt wat duidelijker te maken. En tegenwoordig kunnen we wat meer aan de overlegtafel gaan zitten. En dat betekent dat wij in sommige gevallen, wanneer het echt helemaal uit de hand loopt, dat we uiteindelijk nog wel eens een keer actie voeren of naar een rechter gaan. Maar dat proberen we echt tot een minimum te beperken. Liever proberen wij samen met andere partners naar creatieve en constructieve oplossingen te zoeken. Dus tegenwoordig bereik ze meer door te overleggen in plaats van op de barricades te staan. Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Aan de andere kant denk ik wel van, we zitten weer een beetje op een keerpunt, hè, zeker met deze regering. We zouden eigenlijk ook nu moeten zeggen van, ga even iets meer weg van die lobbytafel en ga toch maar eens meer die barricade op zoek. En misschien meer de achterban ondersteunen. Wat zit er in die achterban? Wat zit er bij die mensen die, hè, in het veld zijn?